We hebben nu het C-akkoord geleerd en dat klinkt dus zo. En nu gaan we het 4 keer aanslaan, het C-akkoord, van boven naar beneden. En bij 1 doen we dan wat harder. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Heel goed. Het volgende wat we gaan doen is, gaan we 4 tellen spelen en dan 4 tellen stil zijn. Dat gaat als volgt. 1, 2, 3, 4. Je zou ook tijdens die 4 keer 4 tellen dat je mag spelen, dan sla je maar 2 keer aan. Dus dat klinkt dan als volgt. Oké. Deze twee kun je natuurlijk ook met elkaar combineren. Dan doe je de ene keer doe je 4 keer en de andere keer doe je maar 2 keer. Let op, dat gaat zo. 1, 2, 3, 4. En allerlei variaties hierop, bijvoorbeeld